Ronde Veronica Top 100. Elke zaterdagmiddag tussen 3 en 6 op Hit Radio Veronica. De lijst van de luisteraar. Hoor de heetste hits, de belangrijkste verschuivingen en het popjournaal. Of win fantastische prijzen met de Top 100 Alarmbel. Zaterdagmiddag tussen 3 en 6 met Martijn Krabbe. Hit Radio Veronica. Het is even na 3 uur, een hele goede middag. Je bent afgestemd op Hit Radio Veronica. En dit is de Veronica Top 100 Countdown. De ultieme radio-hitparade wordt interactief samengesteld uit gegevens van het cd-kopend publiek en door de luisteraars en kijkers van Veronica en van The Box Music Television. Tot 6 uur hoor je natuurlijk weer de belangrijkste nieuwe binnenkomers, de grootste verschuivingen en de allerhitste hits. Als je mee wilt lezen met de actuele Veronica Top 100 Countdown, ga dan naar pagina 330 van Veronica Tekst. En de Top 100 Countdown staat ook in het Veronica Blad op pagina 106 om precies te zijn. En daarmee is de lijst met ruim 1,3 miljoen exemplaren de best verspreide hitlijst van Nederland. Als jij invloed wil uitoefenen op de snelste hitlijst van Nederland, kun je de top 5 doorbellen op 06-300-546 of surf naar de Veronica Side op internet. Het is vandaag zaterdag 3 februari 1996. Eerste jaargang, week 5, met deze week 11 nieuwe binnenkomers in de Veronica Top 100 Countdown. De hoogste hoor je straks op nummer 46. Voordat we gaan beginnen met de muziek, eerst een kijkje in de top 3 van vorige week van de Top 100 Countdown. Dit is de enige echte lijst. Zo zag je eruit vorige week. De top 3 Mariah Carey en Boyz II Men op nummer 3 met One Sweet Day. De nummer 2 was voor de Backstreet Boys met We've Got It Going On. En op nummer 1 hadden we Lunis en I Got 5 On It. Wat is de top 3 vanmiddag op deze 3 februari 1996? Je hoort het om 6:15. De Veronica Top 100 Countdown met Martijn Krabbe. Het nummer 15 miljoen mensen is oorspronkelijk geschreven voor de commercial van de Postbank. Vanuit de platenhandel kwamen heel veel verzoeken binnen om het nummer op single uit te brengen. En aangezien Jochem Fluitsma de commercial al had ingezongen, heeft hij dat bij de single ook gedaan. Dit is een uitzondering, want deze man werkt het liefst achter de schermen. Het liedje vertolkt de nationalistische gevoelens die kennelijk leven onder een groot deel van de bevolking. Het is de hoogste nieuwe in de Top 100 Countdown van deze week. Nummer 46. Toch vreselijk knap hoe die jongens weer terugkomen. Na Mai Tai grote succes en met die band eigenlijk heel weinig meer van gehoord. Nu 2 knallers achter elkaar. Natuurlijk met Ademnood, maar ook met deze. Fluisma en Fantijn, 15 miljoen mensen. Vanmiddag de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 100 Countdown. Op nummer 46. In heel Nederland op AM 1224, AM 828 en overal in stereo op de kabel. Helaas kan er natuurlijk maar eentje winnen, dat begrijp je. Dat is deze maal Robin Dreef uit Uggelen. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Hij krijgt een stereo toren. Jawel. 16 hoven uitsluitend voor zakenvluchten. Dit is het ANP-nieuws. Het is 8 uur. De gemeenteraad van Rotterdam wil het vliegveld 16 Hoven laten voortbestaan als zakenvliegveld, als het kabinet en eigenaar Schiphol hiermee akkoord gaan. Nachtvluchten mogen dan niet meer, net als sport, les- en reclamevluchten. Met het besluit lijkt een eind te komen aan de onzekerheid over het voortbestaan van de regionale luchthaven. Slachtoffers van de vliegramp voor de kust van de Dominicaanse Republiek zijn beroofd terwijl ze dood in het water dreven. De plaatselijke bevolking was direct na de ramp met vissersbootjes uitgevaren om waardevolle spullen op te vissen. Tot nu toe zijn 88 lichamen geborgen. Het toestel had 189 inzittenden aan boord. Hallo, ik heb even een vraagje. Ik vind die Nederlandse muziek 's avonds wel leuk, maar ik mis een beetje afwisseling erin. Kan er niet meer wat meer Engelse muziek gedraaid worden? Oké, wordt geregeld. Vanaf nu hoor je ook 's avonds en 's nachts. Precies. Wat jij verwacht. Van Veronica, de perfecte hitmix. Vanaf nu ook 's avonds en 's nachts. Veronica.